Welkom bij deze yogales. Deze les kun je doen als je net begint met yoga of al heel wat ervaring hebt opgebouwd met yoga. Dus, ik zal ook opties geven en houdingen op hoe je een lichtere variant kunt aannemen of juist intenser kunt maken. Zorg voor de rest even dat je blote voeten hebt, zodat je wat meer grip op de grond hebt of eventueel anti-slip sokken aantrekken. Gaan we beginnen met een meditatie. Dus je mag je benen in kleermakerszit plaatsen of in een halve lotus. Dan flex je voet en plaats hem op de kuit of hoger bij de knie. Mocht het allemaal niet fijn aanvoelen voor de knieën of heupen, kun je eventueel één of twee benen wegstrekken. Of ga op een stoel zitten of ga even liggen op je rug. Dus neem een comfortabele houding en sluit je ogen. Duw je zetblotten stevig in de mat. Verleng je rug. Zorg voor ontspanning bij de schouders. En ontspan ook je voorhoofd, wangen. Kies ze los van elkaar. En de tongen onder in de mond. En haal drie keer diep adem en trek daarbij je schouders richting je oren. En laat ze met een stevige uitademing zakken. En herhaal dit nog twee keer. En daarna weer terug naar je natuurlijke ademhaling. Volg de adem in en uit. En blijf je ademhaling zo even volgen. Laat alles los wat je niet meer nodig hebt. Laat het van je afglijden bij de adem uit. En dan nog één ademhaling met volle aandacht. En open dan rustig je ogen. Mocht je geen matje trouwens hebben, dan kan je een wat zachter ondergrond gebruiken of een handdoek. Mag je je vingers samenvouwen, dan draai je handpalmen naar voren en maak je rug rond. Je hangt achter je zitbotten. Je kin is helemaal in bij je borst. Neem je arm mee omhoog richting het plafond. Duw je zitbotten stevig in de mat. Maak lengte. Trek jezelf helemaal uit. En dan vouw je je handen achter de rug samen. En trek de schouderbladen naar elkaar toe. Om de opening in je borstgebied. Laat je handen zakken, adem diep in, zwaai je arm omhoog. Adem uit en breng je handen voor je hart. Ga het nog een keer herhalen. Hou je handen samen, maak je rug rond, trek je navel en kin in.
Neem je armen mee omhoog. Verleng, houd de schouders laag. Open de armen, vouw de handen achter je samen, open in je borst. Dus heb je ruimte, lift je handen wat hoger. Laat je armen zakken, adem diep in. En adem uit. Eén laatste keer, hou de handen samen, rug rond, navelkin in. Neem je armen mee omhoog, verleng en rek jezelf helemaal uit. Vouw de handen achter de rug samen. Open. Laat je armen zakken, adem in. En uit. Dan vouw je handen samen, maak je rug rond. Neem je armen mee omhoog. Gaan we cirkelen met het bovenlichaam. Dus je houdt je armen langs je schouders. Dus langs je oren bedoel ik. En dan cirkel je met je bovenlichaam. Een inademing, kom je terug omhoog. Adem uit, buik naar voren. Adem diep in. En uit. En cirkel deze kant op. En dan mag je de andere kant op draaien. Denk aan de adem. Adem stuurt de beweging. Dus adem uit als je naar voren gaat. In, terug omhoog. En nog één laatste keer. Dus maak je cirkel rustig af. En laat je armen rustig zakken. Als het goed is, heb je dit gevoel in je schouders, bovenarmen. Dus draai ze eventjes goed los. Misschien even de nek. Dan gaan we verder op handen en knieën. Je mag je handen onder je schouders plaatsen. En je knieën onder de heupen. En dan spreid je vingers en maak contact met de vloer. Op een inademing maak je een holle rug, dus je laat je navel zakken richting de grond. En je kin omhoog. Op een uitademing maak je rug helemaal rond. Dus dan trek je navel naar binnen en omhoog. En je kin hoort helemaal in, zodat je bovenrug ook meegaat in de ronding. Dus op een inademing een holle rug. Adem uit en maak je rug rond. Deze nog twee keer op eigen tempo, dus inademend naar een holle rug. En adem uit, maak je rug rond. Als je klaar bent, kom je terug naar een flat back. Dus maak een tafeltje van jezelf. Op de volgende inademing neem je rechterarm via zij omhoog. En adem uit, kruis je rechterarm onder de linker door. Je laat je oren en schouders zakken naar de mat. Je kunt hier blijven. Til op een inademing je linkerarm op. Adem uit en plaats de rug van je hand op je onderrug of richting de rechterheup. Je kunt naar voren blijven kijken of langs je linkerschouder omhoog naar het plafond. Zorg dat je goed blijft doorademen. Op de inademing plaats je de hand weer terug voor je. Adem uit en kom op handen en knieën staan. Gaan we door met links. Dus op een inademing linkerarm op. Adem uit, kruis onderdoor en twist. Dan blijf hier of kies voor de optie met de arm. Til je rechterarm op, laat hem richting je onderrug of je heup.
Op een inademing zet je de hand weer voor je neer. Naar de buitenkant terug op handen en knieën. Mag je knieën zo wijd plaatsen als de mat. Je tenen bij elkaar. En laat je billen richting de hielen zakken. Dan wandel je met je handen naar voren. Dus we gaan naar een actieve child pose, kindhouding. Laat je voorhoofd zakken, leg hem neer. En je houdt de armen gestrekt. Dus je houdt de ellebogen gelift. Zet de zwaar voor de schouders. Laat je ellebogen zakken. En rijd met je armen zo ver mogelijk voor je uit. De ademhaling gaat door de neus. Zet een breed je ribbenkast in. En adem langzaam en ontspannen uit. En adem nog één keer diep in en uit. Kom daarna weer terug op handen en knieën staan. Mag je de tenen onder je krullen? We gaan door naar down dog. Dus maak een driehoekje van jezelf. Als je voeten staan op heupbreedte, kijk richting de knieën. Laat je hielen zo ver mogelijk zakken. Maak lengte in je rug. Dus vanuit hier duw je je borstjes richting je onderbenen. Met beide handen duw je de vloer actief van je af. En dan ga je wandelen in deze houding. Dus je buigt één voor één de benen en duw je heel krachtig naar de mat. Naar beide hielen zakken, maak je benen weer lang. Mag je je benen buigen en duw je borst richting je bovenbenen. Je duwt je bovenlichaam en bovenbenen naar elkaar toe. Dan wandel naar de voorkant van je mat. Je voeten blijven op heupbreedte. Dan pak je je ellebogen vast. Maak je bovenlichaam helemaal zwaar. Voel je te veel strekking op je benen, hou je dan lichtjes gebogen. Als je het fijn vindt, mag je rustig met je bovenlichaam van zij naar zij schommelen. Pak je eigen tempo. Dan langzaam weer terug naar het midden. Laat je armen los en plaats je voeten tegen elkaar aan. Dan een inademing ga je naar een flat back. Handen op de scheenbenen van lijn. Niet naar voren kijken, juist omlaag. Ga dan maar met je bovenlichaam zakken. Dan een inademing zwaai je armen weer omhoog. Maar breng je handen voor je hart. Een adem in, armen op. Extend the mountain pose. Adem uit, buik naar voren. Adem in, flat back. Adem uit, laat los. Adem in, armen op. Adem uit, handen voor je hart. We nog twee keer herhalen. Adem in. En uit, kantel vanuit je bek naar voren. Adem in, maak een lengte van je kruin tot je staart mee. Adem uit, laat los. Adem in, armen op. Adem uit, handen voor je hart. Adem in. En uit, volle energie stromen door je lichaam. Adem in, flat back. En uit. Adem in, armen op. En adem uit, handen voor je hart. Adem in, armen op.
Adem uit, buik naar voren. Nu stap je met je rechtervoet ver naar achter in een lunge. Adem in, heupen laag. Adem uit, downdog. Adem in, ga naar de plank. Zit er zwaar voor je, mag je knieën neerzetten. Adem uit, buik je armen. Adem in, up dog. Adem uit, down dog. Adem in, buik bij de benen. Stap met je rechtervoet tussen je handen in. Lukt het niet? Haal even mee met je hand. Adem uit, stap naar de voorkant van de mat. Adem in, armen op. Adem uit, handen voor je hart. Gaan we hetzelfde met links herhalen. Adem in. Adem uit, buik naar voren. Stap met links nu ver naar achter, leuk. Adem in. Adem uit, down dog. Laat je hielen zakken. Adem in, maak één lijn van je lichaam. Adem uit, buik je armen, hou je buik aangespannen. Adem in, lift je borst, spannen billen aan. Adem uit, down dog. Buik en stap links naar voren. Adem in. Adem uit, stap naar de voorkant van de mat. Adem in, arm op. Adem uit, handen voor je hart. Je adem in, armen op. Adem uit, buik naar voren. Adem in, stap met rechts naar achter en blijf hier. Dus je blijft in je leuke positie staan. Eén momentje. En kijk of je vingertoppen net iets van de mat af kunt halen. Voel de kracht in je benen. Schouders duwen je weg van je oren. Zet echt te zwaar en je handen terug naar de mat. Te zwaar voor je achterste been, laat je knie zakken. Nou, laat je handen zakken naar de mat en til je linkerarm op. Dus je maakt een twist met je bovenlichaam. Ook hier, optie, breng je knie naar de mat. Kijk omhoog, naar voren, of juist omlaag, wat het fijnste aanvoelt voor jouw nek. Mag je op een uitademing je arm laten zakken. En nu duw je de rechterhiel omlaag en draai naar de zijkant van je mat. Zodat je hier omhoog kunt zwaaien. Ik sta nu met de rug naar jullie toe, draai me even om. Dat je dus in een krijgershouding 2 staat. Warrior 2. Zorg dat je linkerbeen gebogen is. De armen reiken van je lichaam af, schouders laag. De knie zet je boven de heel neer. Dan maak je linkerbeen lang. Dan draai je tenen naar voren, dus zelfs iets naar binnen toe. En handen op de heupen, adem in, lift. Adem uit, kantel vanuit je bekken naar voren. Leg je armen neer, laat ze hangen. En nogmaals, verleng op een inademing. Adem uit en buik naar voren. Je kunt je armen laten hangen, of je pakt je grote tenen vast. Of je plaatst je handen onder de voeten. Zorg voor een ontspannen nek als je hoofd hangt. Volle strekking aan de achterkant van je benen. Laat je handen rustig los. Je draait door naar je linkerbeen. Je buigt weer, zodat je de lunge staat met links voor. En dan stap je terug naar voren, naar de voorkant van het bad. En op een inademing neem je armen weer omhoog. Adem uit en breng je handen voor je hart. Adem in, armen op. Adem uit, buik naar voren.
Adem in, stap met je linkervoet naar achter deze keer. Nu staat je rechterbeen voor in lunge. Dus je kunt hier blijven of kijken of je vingertoppen iets kunt liften. Nadat het je met je bovenlichaam niet op je bovenbeen hangt, hou afstand. Goed, blijf doorademen. Nadat een uitademing, je handen zakken. En til dan je rechterarm deze keer op in je twist. Als het te zwaar wordt, zet je knie weer neer. Last van je schouder, breng je arm omlaag. Laat je arm zakken. Deze keer laat je linkerhiel zakken. En dan zorg dat je rechterbeen gebogen blijft. Dan help jezelf omhoog weer in de krijgershouding 2. Draai me weer even op. Dus je rechterbeen blijft gebogen. Probeer de linkerhip misschien iets naar achter te trekken, zodat je wat rechter staat. Maar let op dat je knie niet naar binnen valt. Dus je knie richting de kleine teen. Je weer terug naar je adem, naar contact. Nou, maak je rechterbeen lang en draai je voeten naar voren. Tenen weer lichtjes naar binnen. Vouw de handen samen. Adem in, open. Adem uit, buik naar voren. Hier nogmaals, adem in om nog meer te verlengen. Adem uit en duik naar voren. Zorg weer voor een ontspannen nek. Let op dat je bij deze stretch niet te veel op je hielen hangt. Dan verplaats je een klein beetje naar voren richting de bal van je voeten. En hou hier een paar ademtellen vast. Met de inademing kom je vanuit een rechte lijn in je rug omhoog. En adem uit, breng je voeten samen, laat de houding los. Mag je je voeten samen houden, gaan we door met de chair pose, stoelhouding. Dus op de inademing zwaai je arm omhoog. Adem uit, laat je heupen zakken naar achteren en omlaag. Moet je dijbenen samenspannen. Heb je last van je schouders, breng je arm hier. Zorg dat je gewicht wat meer naar je hielen is, zodat je tenen ontspannen staan. Kun je verder in de houding, mag je proberen om je hielen te liften. En kijk of je je heupen nog iets meer kunt laten zakken. Eén ademhaling. Laat je hielen dan zakken. Adem in, strek omhoog. En adem uit, handen voor je hart. Adem in, armen op. Adem uit, buig naar voren. Mag hier je benen helemaal buigen, zodat je naar een hurk zit komt. Dan ga je ook hier je handen proberen te brengen voor je hart. En je lift je billen iets omhoog. Dus je gaat niet zitten in deze houding. Je blijft actief.
Vind je deze niet fijn, kan je weer terug op je voeten staan in de chair pose, de stoelhouding. Hou die benen aangespannen. Ontspanning bij de schouders. Adem nog één keer diep in en uit. En laat je handen rustig zakken. Oké, rol langzaam omhoog. Gaan we door met een balans. Als je het prettiger vindt, kun je bijvoorbeeld ook bij een muurtje gaan staan, zodat je een beetje houvast hebt. Of een stoel erbij pakken. We beginnen in de tree pose. Zet je rechtervoet neer of op de bal, of je kuit, of bij je bovenbeen. Zo, open de knie zo ver mogelijk opzij. Breng rust in je hoofd, je lichaam, door terug te gaan naar je adem. Adem rustig in en uit. Breng je arm omhoog langs je oren. Draai je rechterknie naar voren en strek je been weg. Nadat het je heup niet lift, laat je heup goed zakken. Lengte in je stambeen. Last van je schouders, blijf dan weer hier met je armen. En probeer dan zonder de vloer aan te raken je been door te zwaaien naar achter. En kom dan naar krijgershouding 3. Hou met je handen voor je hart of strek de armen weg naar voren. Laat hierbij de rechterhup goed zakken. Stambeen is lang en gestrekt. Blijf kijken naar één punt. Op een inademing kom je weer terug omhoog. Adem uit. Laat de houding los. Als je wilt, schud je stambeen heel even los. Wanneer je klaar voor bent, kun je wisselen. Hier weer met je aandacht terug naar binnen, terug naar je adem. Strek de armen weg omhoog. Met draai je knie naar voren en strek je been weg. Blijf je lang maken, blijf verlengen. En nu zonder de vloer aan te raken, schuif je been door naar achter naar je krijgershouding 3. Dus kom met je bovenlichaam parallel naar de vloer. Heupen recht, schouders recht. Stambeen lang. Kin in, nek lang. En kom op een inademing rustig weer omhoog. En adem uit, laat de houding los. Als je wilt, schud je stambeen heel even los. Mag je voeten iets wijder plaatsen dan je heupen. En draai je tenen iets naar buiten. En adem in de armen op. Adem uit. En dan zak je naar een Hindi squat. Je kunt ook iets hoger blijven als je wilt. Zak met je zitpotten helemaal omlaag. Blijf met je ellebogen de knieën goed naar buiten duwen. Blijf lengte maken in je rug. Kijk naar één punt schuin voor je. Mocht het helemaal niet fijn aanvoelen, pak je even de lichtere optie. Schuif je knieën zo wijd als je kan, voeten bij elkaar en kom je in deze houding. Voel je ook de stretch in je heupen kiezen. Nou, hier een paar ademtellen vast.
Nog één keer diep in en uit. En kom dan heel rustig uit je houding en kom zitten. Plaats dan je voetzolen tegen elkaar aan. En trek je hielen zo dicht mogelijk bij je. Dus trek ze helemaal in. Met een inademing verleng je. Adem uit. Houd die rechte lijn in je rug vast. En kantel met je bekken naar voren. Dus je stuurt je navel richting de hielen. Elleboog opzij, geen spanning in de schouders, duw ze omlaag. Misschien kun je zelfs met je ellebogen de knieën wat verder omlaag duwen. Voel een stretch aan de binnenkant van je benen, misschien zelfs ook aan de buitenkant. Blijf actief op iedere inademing, verleng je. Adem uit, kom weer iets naar voren. Dus kantel met je bekken wat meer naar voren. Dan op de inademing weer rustig omhoog. Adem uit, breng de knieën samen. Mag je afrollen? Kom weer op je rug. Dan trek je hielen zo dicht mogelijk bij je billen. Trek ze helemaal in en zet ze op heupbreedte neer. Dus de voeten iets uit elkaar. En vanuit hier naar een shoulder bridge, span je billen aan en duw je heupen zo ver als je kan omhoog. Bouw je handen samen, klem op je schouders, trek ze helemaal onderheen. Dus maak die lijn van je knieën, heupen door naar je schouders. Als je wil mag je proberen om je hielen te liften, kom op de bal van je voeten staan. Je bovenarmen stevig in de mat onder je wegduwen. Je borst richting je kin sturen. Adem in, lift je heupen iets hoger. Adem uit, handen los. En zak rustig terug naar de mat. Pak dan je rechterbeen aan de achterkant vast. Kan iets lager zijn of juist iets hoger. Een diepere strekking, flex dan de voet. En je kunt ervoor kiezen om je linkerbeen weg te strekken. Voel de stretch aan de achterkant van je rechterbeen. Geen spanning bij de schouders, armen niet te veel gaan trekken, ontspan. Mag je rechterbeen buigen. Met je linkerhand de knie vast en open de rechterarm opzij. Leg hem neer. Rol nu met je rechterbeen door naar links. Je rechterbeen laat los, maar je rechterschouderblad blijft op de mat. Kijk omhoog naar het plafond of richting je rechterhand. Langzaam terug naar het midden. En dan mag je wisselen van been. Pak je linkerbeen nu aan de achterkant vast. Flex eventueel de voet. Als je wil, maak je rechterbeen lang. Dan buig je linkerbeen, open de linkerarm opzij. Met je rechterhand de knie vast. Dan rol je onderlichaam door naar rechts. Linker schouderblad blijft stevig op de mat. Kijk richting je hand of omhoog.
Blijf in deze twisthouding liggen. Langzaam terug naar binnen. Hou de armen wijd. Knieën in naar je borst. Dan rol je zo met je benen heen en weer. Dus leg ze rechts neer. Op een uitademing breng ze weer terug naar binnen. Op een inademing rol je door naar links. Op een uitademing weer terug naar binnen. Hou de voeten ontspannen. Tenen. Ontspan ook je handen en je vingers. Maak hem rustig af en kom dan terug naar het midden. Dan even de knieën vast. En schommel nog eventjes heen en weer. Masseer je rug over de mat. Over de vloer. En kom langzaam terug naar het midden. Dan zijn we aangekomen bij de eindontspanning. Als je wilt kun je nog even iets warms aantrekken of heb je een dekentje of een kussen bij de hand. Misschien doe je wel in de avond deze les. Wil je het licht uitmaken of juist een handdoekje voor je ogen plaatsen. Dus maak het even zo comfortabel mogelijk voor jezelf. Als je klaar bent, mag je gaan liggen op je matje. Zorg dat je comfortabel ligt. Als je het fijn vindt, beweeg even met je heupen om goed in evenwicht te zijn. Het zal je gaan helpen om je benen meer te ontspannen. Dus maak kleine aanpassingen zodat het lichaam zich klaarmaakt om te ontspannen. En sluit je ogen als je dat nog niet had gedaan. Neem je aandacht naar je handen en je voeten. En verzacht en verlicht ze. Adem in en uit via je neus. En voel dan de natuurlijke weg van het ademhalen zonder het te willen veranderen. Merk ook op of je naar je borst of je buik ademt. En adem naar je gezicht. En laat de spanning los. Verzacht je wangen. Je kaak. Je wenkbrauwen, je oogleden. Laat de spanning los in je nek. Laat het over je heen gaan en accepteer alle rust en alle ontspanning en alle stilte.
Met de adem je anker zijn voor je rust. Kalm in en uit. Gebruik zo meteen opnieuw je adem om jezelf terug te brengen. Je bewust te worden van waar je bent. Het kan zijn door even zachtjes je tenen te bewegen of je vingers. Als je het prettig vindt, maak jezelf even helemaal lang. Trek juist je knieën in naar je borst. Wat het beste bij je past vandaag. Wanneer je klaar voor bent, rol je door naar je zij. Help jezelf vanuit de haak rustig omhoog en zet in de houding. De ogen nog heel even dicht. Dat je contact maakt met de vloer onder je. Voel de lengte in je rug. Voel je adem. Met je adem en neem je armen mee omhoog. Adem uit en breng je handen voor je hart. En open je ogen.
En kom weer rustig terug je dag in. Namaste.